Pat zit op zijn paddenstoel te wachten aan zijn paddentafeltje. Paddentafeltje dek je, dat wordt een heerlijk etentje. En de pad heeft reuze trekje. En het ruikt zo goed en het geurt zo fijn. Oh, oh, dat zal verrukkelijk zijn. De pad heeft ook een paddenvrouw. Die staat maar in der paddenkeukentje, paddenkeukentje kwikkwak. Die bakt vanavond pannenkoek voor de lieve fijne dikzak. De geur drijft al de kamer rond en het water komt hem in de mond. Precies op tijd begint het maal met eerst een lekker paddenschoteltje, paddenschoteltje blaadjes met kleine stukjes vlees erin en visjes zonder graatjes. Hij smult en smult zoveel hij kan en het wordt er zo gezellig van. Daarna brengt de paddenvrouw een hele schaal vol paddenpannenkoek, paddenpannenkoek, fijn zeg. Dat wordt in één woord grandioos, dat wordt me een festijn zeg. Maar o, oh, wat is er aan de hand? De eerste koek is aangebrand en de tweede koek en de derde koek van de bovenste tot aan de onderste koek. Oh. De pad zit op zijn paddenstoel te huilen aan zijn paddentafeltje, paddentafeltje dekje. De traantjes van verdrietigheid die siepelen langs zijn bekje. Kom, kom, zegt de paddenvrouw, stil nou maar, want dadelijk maak ik nieuwe klaar.